Nagini, moet je echt nu gaan poepen? Ja. Oké. Okay. Je hoort Nagini op de achtergrond uh, heel erg heftig de kattenbak omwoelen. Want ze is er behoefte aan het doen. Mijn excuses daarvoor. Goedemorgen. Goedemorgen moet ik zeggen. Want als jullie dit kijken, is het 9 uur s ochtends. Uh, ik heb iets bedacht. Ik neem dit trouwens op om. Uh, Kwart voor negen s avonds, zondagavond. En ik heb dit eigenlijk net bedacht. En ik wilde het uit gaan voeren. En ik dacht. Laat ik eens eventjes gezellig. De camera erbij pakken. En de microfoon. En het even aan jullie vertellen. <laughs> in de achtergrond zie je trouwens Nagini. Dat is dus de kat. Die net ook gezellig aan het poepen was. En nu gaat ze gezellig met een papiertje spelen in de achtergrond. Dus dat hoor je. Oh, en mouwen. Oké, okay, nu staat de deur dus open. Dat kan betekenen dat je wat keukengeluiden hoort. Um, Nikkie is op dit moment bezig met de keuken opruimen, de afwas doen. Wat ik wilde vertellen is het volgende. Er is een hoop nieuws naar buiten gekomen over corona en scholen gesloten zijn, mensen moeten thuis werken... Een hele hoop maatregelen zijn getroffen door de overheid. En daar hebben we allemaal last van, denk ik. De een wat minder dan de ander. En ik ben een van de uitverkorenen met werk waar er nu alleen maar meer werk gaat komen. Als in, ik ga het jullie even uitleggen. Zoals denk ik velen van jullie weten, ben ik fulltime streamer op Twitch. Waarbij als mensen thuis komen te zitten, kinderen die niet naar school mogen. Maar ook mensen die werken en nu thuis moeten werken, ineens tijd hebben om mijn stream overdag te kijken. Dat betekent dus dat er meer kijkers komen naar mijn stream. En mijn werk gaat dus ook gewoon door, want ik werk gewoon thuis. Iedere dag, ook als er geen corona is, zit ik ook lekker thuis te streamen. Dus voor mij zal er niet veel verandering zijn. En um, toch voelde ik me een beetje verplicht om ook wat bij te dragen aan dit hele. Dramatische, nou, dramatisch, ja. Dit hele heftige virus wat nu over Nederland trekt. En uh, daarbij had ik bedacht, wat nou als ik gewoon lekker iedere dag een video upload. En dat ga ik dus ook doen. Iedere dag om negen uur. Ja, en toen hoorde je dat mijn uh, microfoon ineens uitviel. Uh, heel gek, want ik heb uh, ja, gewoon de hele tijd zitten praten. Ik heb niks aangetikt en ineens doet mijn microfoon het niet meer. Dus ja, hier zie je mij weer ja, een heel verhaal vertellen. Maar ik ga het eventjes overnieuw doen met de camera erbij, dat het weer een beetje in sync loopt. Mijn excuses hiervoor. Dit was al de tweede keer dat, het, uh, dat ik het opnam en het wilde niet helemaal lukken. Dus sorry. En uh, het lijkt bijna alsof de universe tegen mij zegt: doe het niet. Niet iedere dag een video. Maar hier komt het. Uh, test. Oké, okay, ja. Yeah. Ik zie dat er geluid is, dus ik hoop dat hij het nu doet. Sorry. Ik had een heel verhaal. Ik was pas op twee minuten en ik had vijftien minuten zitten lullen. <laughs> oh, oepsie. Uh... Oké, okay. wat ging ik vertellen? Waar was ik gebleven? Oh ja, ik ga iedere dag om negen uur een video uploaden. Uh, dat vind ik gewoon leuk. En waar deze video, waar deze video over gaat, dat mag jij bepalen. Laat het in de comments weten waar je graag wil dat ik over ga praten. Ik zou het leuk vinden als je onderwerpen achterlaat, zoals bijvoorbeeld um, daten of uh, sport of gamen. Het mag echt van alles zijn. Of juist vind je het misschien leuk als je mijn stream vaker kijkt, uh, een verhaal wat ik wel eens verteld heb. Op stream dat je dacht, oh, met ja, dat verhaal moet je nu een keer vertellen aan een groter publiek dat mensen het terug kunnen zoeken. Uh, laten we de chante verhalen maar even achterwege, jongens. Uh, maar ja, nee, ik vind het leuk om iedere dag een, een gezellige kletsvideo te uploaden, maar misschien dat ik af en toe denk, ik doe vandaag een game uh, videootje... Uh, of een sportvideo. Want er zijn natuurlijk ook workouts die gedaan moeten worden. Nu alle sportscholen dicht zijn, kun je thuis workouts natuurlijk gaan doen. En ja, die wil ik ook wel aan jullie uitleggen hoe dat kan. Dus dat wil ik eigenlijk doen. Iedere ochtend dat jij wakker wordt en denkt: fuck, corona, ik moet weer thuis werken. Dat je om negen uur denkt, maar dan is Mathia er. Met een nieuwe video, wat nergens over gaat. Maar hey, toch weer 10 minuten. Maakt. Daar ben ik voor. Dat was eigenlijk wat ik net in 15 minuten vertelde. Nee, ik, uh, ik had ook nog verteld dat ik dus wel bang ben voor corona. 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 Ja, ik ben wel bang, een beetje bang voor corona. En uh, vooral omdat ik met normale griep heb ik al jaren niet gehad. Ik denk dat ik hem al 20 jaar niet gehad heb. Dat ik denk, of in ieder geval, niet dat ik dood doodziek op de bank lag. Of in bed. Uh, nee, dat kan ik me niet meer herinneren dat dat ooit gebeurd is. En daar, daarom denk ik dat ik een hele goede weerstand heb. Dat mijn, uh, ja, ik eet gezond, ik sport redelijk veel, ik heb geen slechte gewoontes. Dus ik denk dat ik daardoor niet zo vatbaar ben voor een virus, omdat ik gewoon, ja, gezond ben. Uh, en dat baat mij zorgen om nu naar buiten te gaan, want misschien heb ik het wel. En dan verspreid ik het onder mensen die niet een goede weerstand hebben. En ik kan mezelf dan niet vergeven dat ik het verspreid. Dus ik wil het gewoon niet verspreiden. Ook misschien heb ik het niet, maar misschien krijg ik het als ik net degene iemand tegenkom in de supermarkt die het wel heeft. En dan geef ik het weer door. En oh nee, ik wil het niet hebben. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, Mattia, je blijft binnen en je gaat gamen en je gaat content maken op de interwebs. Dus dat is waar jullie nu naar kijken. En um, als je interwebs een stom woord vindt, net als ik, mag je uh, unsubscriben op mijn YouTube-kanaal, want dat begrijp ik. Ik zal het hierna ook niet meer gebruiken. Dus ja, um, ik geef een soort mini-quarantaine: een soort van, want ik ga nog wel naar buiten. Ik ga nog wel boodschappen doen en ik ga naar buiten om misschien een wandeling te maken om gewoon in beweging te zijn. Of misschien hard te lopen. Nou, ik verwacht niet dat ik dat ga doen. Maar je weet het niet. Hè? Uh, misschien stijgt het naar mijn kop als ik de hele dag binnen zit. Maar ik ga niet tennissen. Ik ga niet naar de sportschool. Ik ga niet naar cafetjes. Ik ga niet winkelen. Ik ga niet naar mijn ouders. Ik ga niet naar familie. Ik ga niet naar vrienden. Ik ga. Nee, nee, nee. Alle, iedereen die mij wil spreken, dat zal digitaal moeten gaan. Behalve Nikkie, die woont in dit huis. Die kan ik er niet uitzetten. Dus dat is eigenlijk de enige reden dat ik. Corona nog kan krijgen als ik het niet heb. Als ik het nu niet heb, kan ik het alleen nog maar door Nikkie krijgen. Uh, maar dat vergeef ik hem, want ik heb geen zin om in een ander bed te gaan liggen. Maar ja, uh, dus dat is wat, hoe ik uh, er tegenaan kijk. En ik hoop dat jullie ook een beetje zo kijken, zodat het verspreiding gewoon niet meer voorkomt. Dat, dat degene die nu corona hebben, het alleen nog verspreiden en that's it. Die zijn ziek en die worden beter, hopelijk. hè? Fingers crossed dat alle mensen die nu corona hebben gewoon lekker beter worden en dat het daarna over is. Daar, daar ga ik voor en daar sta ik voor. Um, naast het feit dat ik iedere ochtend om 9 uur een video voor jullie upload, leuk! Like, ga ik ook iedere dag live of in ieder geval ga ik proberen om iedere dag live te gaan. Ik heb natuurlijk zo een beetje mijn verplichtingen uh, in huis houden, maar ook in mijn mentale gezondheid. En ik weet niet of ik, als ik 24 uur per dag voor de computer zit, of dat heel erg bevorderend is voor de positive vibes. Maar ik wil in ieder geval uh, iedere dag om tien uur live gaan. En mocht ik een keertje niet om tien uur live zijn, dan kom ik wel live. Ik, uh, ja, ik, ik sluit mezelf op. Ik mag van mezelf niks doen, uh, of in ieder geval geen, niet naar buiten. Dus waarom niet gewoon gamen en samen met jullie gamen? Hè? We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. En laten we er gewoon een digitaal feestje van maken. Want daarmee verspreiden we in ieder geval geen corona en wel heel veel liefde. Dus daar sta ik sowieso voor. Ik kan niet wachten om te beginnen hiermee. Iedere ochtend, negen uur, kun je dus een video van mij verwachten. Maar ik heb wel echt onderwerpen nodig van jullie. Dus wil je dat ik ergens over praat? Hmm. <hums> Corona. Uh, nee, dat is geen corona. Maar droge mond omdat ik te veel aan het praten ben. Um, dan laat het achter in de, in de comments. Als je een leuk onderwerp weet. Of een leuk verhaal. Waar ik even, of grapjes of weet ik wat. Ik vind het niet erg om heel veel tijd te besteden aan een video. Edit werk uh, doe ik. Ik ga niet... Uren aan editen besteden, dan weten jullie het vast. Het is mij kletsend voor de camera zonder special effects. Um, mocht jij je geroepen voelen om mijn video's te editen, dan be my guess. Um, <laughs> maar ja, ik ga ik ga toch wel focussen op streamen, maar iedere ochtend gewoon een gezellig kletsen videootje. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Ik zou ze willen zeggen: blijf binnen en verspreid digitale liefde. Maar laten we samen een feestje van maken online. En dan zie ik jullie graag morgen om 9 uur bij een nieuwe video of dadelijk om 10 uur bij de eerste stream. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens.